Onze watervogels hebben het in de afgelopen weken niet gemakkelijk gehad. Over hun wijde speelterrein had koning Winter een ijsharde vloer gelegd, waarop duizenden mensenkinderen zich voortbewogen. Juister gezegd, duizenden mensen en kinderen van Nederland. Het was alweer enige jaren geleden dat we hebben kunnen genieten van het ijs. Wie dan ook maar even kon, bond de schaatsen onder en legde, als het kunstschaatsen waren, zijn schoenen op de grote hoop. We hebben ze weer kunnen zien, de schoonrijdsters met de allure van een Sonja Heeny. Nou ja, Sonja Heeny. De bakvissen die zich op glad ijs waagden. De zorgzame vaders. De galante jonge mannen. De kleine krabbelaars. Kortom, Nederland genoot weer ouderwets van een oude Nederlandse sport die toch altijd nieuw blijft. Er waren er velen bij al die tienduizenden die de overbevolkte banen in de steden ontvluchten en de stilte en de eenzaamheid van het polderland opzochten voor een toertocht of een prestatierit. Op het Zwet bij Wormer werd een nieuwe schaatsvariant ten doop gehouden. 16 mannen namen er deel aan de eerste nationale ijszeilwedstrijd op de schaats. De koude wind, anders de schrik van de schaatsenrijders, werd nu enthousiast begroet. Hij blies met stormkracht in de zeilen en joeg de rijders met een snelheid van soms meer dan 50 km per uur over het ijs. ...163 paar schaatsen stonden op het ijs van de Loosdrechtse plassen, maar niet lang. Want al spoedig gleden ze erover, voortgeduwd door de benen van hun eigenaren. De ronde van Loosdrecht was begonnen. Een barre tocht van 120 kilometer lag in het verschiet. De temperatuur was 15 graden onder nul. Over de verijsde plassen joeg een gure wind de rijders in het gezicht. 8 keer moesten ze de 5 plassen via vele controleposten rondrijden. Van de 3 moedige vrouwelijke deelnemers die allen de tocht uitreden, zien we hier de Friesin Wokje Kooistra. Van de mannen was Verhoeven uit Dussen de sterkste. 4 uur en 56 minuten na de start kwam hij als eerste door de finish. Zutphen zag het kruim van de Nederlandse schaatsenrijders binnen zijn vesten tijdens de nationale kampioenschappen. Middelpunt van alle belangstelling was hier Kees Broekman, die uit Noorwegen was overgekomen om aan deze wedstrijden deel te nemen. En dat deed hij met bijzonder groot succes. Behalve op de 10.000 meter waarop hij zojuist gestart is, werd hij winnaar op de 500, de 1500 en de 5.000 meter. En daardoor onbedreigd kampioen van Nederland. Op de 10.000 meter was Maersen zijn tegenstander. Op deze afstand verbeterde Broekman het Nederlands record met 13 seconden. Het stond sinds 1931 op naam van Siem Heiden. Broekmans prachtige, soepele stijl en zijn fraaie bochtentechniek oogsten grote bewondering. Maersen, hoewel hij uitstekend reed, lag aan de finish meer dan een ronde achter. De tijd van Kees Broekman was 18 minuten en 17/17 seconden. Hij is waarlijk een der grootste hardrijders op de schaats die Nederland ooit heeft opgeleverd. Het publiek in Zutphen begreep dat.